zitten. Wilders, die zegt premier te willen zijn voor alle Nederlanders. Ik heb nog nooit zo'n grote grap gehoord. Want voorzitter, de heer Wilders heeft bijna 20 jaar lang in dit huis en daarbuiten er alles aan gedaan om een hele grote groep Nederlanders buiten te sluiten, namelijk Nederlandse moslims. Hoe kan zo'n man geloofwaardig de premier zijn van alle Nederlanders? Dat sterker nog, dat gaan we doen. En ik ben ervan overtuigd dat ook heel veel moslims op de PV hebben gestemd. Weet u, islamkritiek mag. Islamkritiek is ook niet verboden in dat land. Die pertinente leugen dat zoveel Nederlandse moslims op de PVV gestemd zouden hebben, die is al lang ontkracht door mensen die daar gewoon onderzoek naar doen. De heer Wilders die kan toch niet op een geloofwaardige manier zeggen tegen die Nederlandse moslims: ik ben uw premier, maar by the way, ik vind dat uw heilige boek gelijk staat aan mijn kamp. Voorzitter, de heer Wilders, die kan toch niet geloofwaardig de premier zijn van die Nederlandse moslims. Zeggen: ik ben uw premier, maar by the way, ik vind dat u geen hoofddoek mag dragen. Ik vind dat u geen moskee mag hebben in dit land. Beseft de heer Wilders dat hij zich volstrekt gedisqualificeerd heeft om geloofwaardig premier te zijn van alle Nederlanders? Nee, het tegendeel. Ik denk dat ik een geweldige premier zou zijn voor alle Nederlanders. Ook voor alle moslims in Nederland die niets van ons te vrezen hebben. Dit moet ook snel voorbij zijn, deze discussie. De heer voorzitter, dit is inhoud. Dit gaat om mensenrechten. En op het moment dat de heer Wilders zegt dat hij graag wil dat een discussie ophoudt, dan moeten we hem zeker voeren, want dan is de heer Wilders in het nauw gedreven. Want hij heeft namelijk geen centimeter afstand genomen van de discriminerende drek die hij in de afgelopen bijna 20 jaar heeft geuit in dit huis. Ik heb hem zijn uitspraken voorgehouden. Namelijk dat hij de Koran heeft vergeleken met Mein Kampf. Dat hij de islam heeft vergeleken met ziektes, met rampen. Dat hij moskeeën wil sluiten en islamitische scholen wil sluiten. En zo iemand die discriminerende standpunten in stand houdt, normaliseert en hier zelfs aan het verdedigen is, kan niet achter de rechtsstaat en de grondwet staan. Kan niet geloofwaardig premier zijn van dit land. En denkt zoals zich daar elke dag met hand en tand democratisch tegen verzetten, voorzitter.